Echt binnen nog geen 5 minuten nadat het hoge woord eruit was dat de sportscholen dichtgingen, had ik al meer dan 10 DM's met Donald, help, wat moet ik nu? Dus gelukkig voor jullie heb ik een home workout gemaakt. Hier heb je geen apparatuur bij nodig, niks. En ga ik jullie wat tips geven om zo gezond mogelijk te blijven in deze tijd. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over hoe je zo gezond mogelijk kan blijven tijdens dit coronavirus. Heel veel van jullie kunnen niet meer naar de sportschool of kunnen niet meer naar een lokale sportclub en hebben dus een beetje hulp nodig of sturing nodig met hoe je dit nu het best kan aanpakken. Allereerst wil ik zeggen, ik ben geen expert en niemand op social media is echt een expert. De echte experts zitten bij het RIVM, dus altijd luisteren naar wat het RIVM zegt. Er is namelijk ook geen workout, geen dieet wat bewezen heeft te helpen tegen het coronavirus. Dus iedereen die anders zegt, die probeert je gewoon wat te verkopen. Dus luister daar alsjeblieft niet naar. Wat wel zo is, is dat er een paar dingen blijken te werken. En daar durf ik wel tips over te geven, aangezien ik wel een diëtist in opleiding ben. Dus ik durf wel wat tips te geven voor een gezonde voeding. Aangezien het toch wel handig is om in deze tijd een goed immuunsysteem te hebben. Dus ik wil jullie eerst de tips over voeding en leefstijl geven en daarna gaan we door naar het workout gedeelte. Mocht je me trouwens nog niet volgen op Insta, daar heb ik deze workout al lang gedeeld. Ga me dan zeker eventjes volgen. Linkje naar mijn Insta staat in de beschrijving. En als je daar dan toch bent, druk gelijk even op het subscribe knopje en op het like knopje, want dat helpt mij dan weer. Maar oké, hoe gaan we jouw immuunsysteem verbeteren? Voor de mensen die het niet weten, je immuunsysteem is eigenlijk wat jou beschermt van buitenaf. Dus denk hierbij aan schimmels, virussen, bacteriën. Het zorgt er gewoon voor dat jij gezond blijft en niet ziek wordt. Dus zeker in deze tijd willen we deze optimaliseren. Dus hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, het is wel bewezen dat vitamine C helpt bij een gezond immuunsysteem. Hoe krijg je nou vitamine C binnen? Eet je groenten en fruit. Dat is zo belangrijk in deze tijd. 2 à 3 stuks fruit per dag en 250 tot 300 gram groenten per dag wordt aangeraden. Meer mag altijd. Graag zelfs, dan krijg je meer vitamine C binnen. Mocht het jou nou niet lukken, want de winkels zijn toch best wel leeg, laten we eerlijk zijn. Om voldoende vitamine C binnen te krijgen, kan je altijd een supplement kopen. De vraag is alleen, hoe goed is een supplement ten opzichte van echte voeding? Maar ja, het is beter dan niks. Dan gaan we door naar je vitamine D. Ook je vitamine D speelt een gigantische rol bij je gezondheid. 70% van onze vitamine D krijgen we gelukkig binnen van de zon. Dus als je de mogelijkheid hebt, ik kijk nu naar buiten, het is super mooi weer. Ga dan naar buiten, maak een wandeling, maak gebruik van het mooie weer. Het kan ook in je tuin zijn, het hoeft niet daadwerkelijk op de straat als je je daar niet prettig bij voelt. Maar zorg in ieder geval dat je voldoende buiten bent, dat je voldoende in de zon bent, want hiermee krijg je je vitamine D binnen. Ook via je voeding kan je je vitamine D binnenkrijgen. Dit zit voornamelijk in eieren, halverine, vloeibaar bak- en braadolie, maar ook in je zalm en andere vette vissen. Dus eet dat ook voldoende. En ook dit, als dit niet mogelijk is, kan je dit supplementeren met een vitamine D-tablet. Oké, dit zijn wel de twee belangrijkste vitamines voor je immuunsysteem. Tuurlijk is je algemene gezondheid ook heel belangrijk. Dus drink voldoende water, eet je groenten en fruit, neem volkoren producten, neem af en toe peulvruchten en een handje nootjes. Zorg gewoon dat je al met al heel gezond leeft. En ja, dat is nu moeilijk in deze tijd, want ja, de Albert Heijn is leeg, ja, de Lidl is leeg, ja, de Aldi is leeg. Maar probeer gewoon je best te doen om zo gezond mogelijk te leven. Dan iets anders wat ongelooflijk belangrijk is, is slaap voldoende. Zeker in deze tijd, de meeste mensen mogen thuis blijven, dus jouw excuus om niet voldoende te slapen, die gaat eigenlijk een beetje de deur uit. Maar slaap is zo belangrijk. Dit is waar wij herstellen. Dit is waar ons lichaam tot rust komt. Dus dit is gewoon al met al super belangrijk. Dus zorg zeker dat je 7 tot 9 uur slaap per nacht krijgt. Dan wat ook nog super belangrijk voor je algemene gezondheid is, is beweging. En gelukkig voor jullie heb ik een home workout hier. Maar ik zei het net ook al even met vitamine D. Ga gewoon af en toe naar buiten. Loop gewoon af en toe een stukje. Of ga fietsen, hardlopen. Maak gebruik van buiten zijn. Het feit dat je niet meer in de sportschool kan sporten wil niet zeggen dat je niet meer buiten kan sporten of thuis kan sporten. Dus doe dat zeker dan ook af en toe. Dan wil ik nog één belangrijk dingetje aanslaan. De meeste mensen zullen nu heel bang zijn dat ze of al hun spier verliezen of aankomen. En die gaan dus heel weinig eten om proberen niet aan te komen. Maar ja, als je heel weinig eet, dan wordt de kans op spierverlies ook een stuk groter. Zeker als je niet optimaal kan trainen. Dus allereerst wil ik eventjes zeggen, zorg dat je ongeveer rond onderhoudscalorieën eet. Ga niet in een calorietekort eten. Dit heeft geen zin. Het enige wat je doet is een al niet optimale situatie nog minder optimaal te maken. Je gaat je lichaam alleen maar een grotere kans geven om spier als energiebron te gaan gebruiken. En dit wil je niet. En als je op onderhoudscalorieën zit, dan is de kans gewoon heel groot dat er niks gebeurt met je lichaam. En wat ik ook nog even wilde zeggen, voor de meeste mensen is het eigenlijk best wel goed om gewoon even rust te nemen. De meeste mensen van ons nemen namelijk nooit een weekje of twee weekjes rust. En heel veel studies laten zien dat een weekje, twee weekjes, soms wel drie weekjes rust
echt heel goed voor ons lichaam kunnen zijn. Dus maak je niet al te druk om deze periode van 3 weekjes. Want sommige studies laten nog wel eens zien dat het beter is om af en toe 1 weekje of 3 rust te nemen. Oké, dan heb ik alles gehad op het gebied van voeding en leefstijl. Dus vitamine C, vitamine D en lekker buiten bewegen. Dan kunnen we doorgaan naar deze home workout. Voor deze workout heb je niks nodig behalve dingen die je gewoon waarschijnlijk al thuis hebt. Ik wilde deze workout voor iedereen maken zodat iedereen hem kan doen en je niet dumbbells moet gaan kopen of banden moet gaan kopen. Als je dit wil doen, graag, want dit maakt het alleen maar makkelijker. Maar het hoeft niet voor deze workout. Ik heb deze workout ook opgedeeld in 3 circuitjes. Aangezien ik het prettig vind om, als ik thuis train, een wat hogere intensiteit te hebben. Want je bent toch snel afgeleid als je thuis bent. Dus ik heb 3 circuitjes. Het eerste circuitje is het moeilijkst. Het tweede circuitje is wat minder moeilijk. En het derde circuitje is gewoon om het af te maken. Ook zal ik jullie vertellen hoe je deze oefening toch moeilijker kan maken. Want progressive overload nu behalen is gewoon heel moeilijk. Aangezien je niet fysiek gewicht hebt van de sportschool. In de sportschool is het namelijk heel makkelijk om te zien of iets zwaarder wordt. Door gewoon bijvoorbeeld een zwaarder gewicht te pakken. Of een herhaling meer te doen. Hier werkt dat niet zo. Gelukkig weten je spieren niet als jij 40 kilo pakt dat het 40 kilo is. Ze weten alleen, oh shit, dit is zwaar. En nou kunnen we het ook op andere manieren zwaar maken als we thuis trainen. Dit kan bijvoorbeeld door hele hoge herhalingen te doen. Of gewoon een paar simpele aanpassingen waarbij je de range of motion vergroot. Maar dit zal ik jullie allemaal laten zien tijdens de workout. Oké, dan gaan we eigenlijk al naar het eerste circuitje. We beginnen de eerste oefening met een Bulgarian split squat. Dit is een hele goede oefening voor de benen. En deze oefening is ook gelijk zwaarder dan een normale squat, aangezien we maar 1 been kunnen gebruiken. We beginnen met de split squat. En als je deze nou gewoon heel goed kan eigenlijk al, dan kunnen we hem zwaarder maken door de range of motion te vergroten. En hoe doen we dit nou? Ons voorste been zetten we bijvoorbeeld op een krukje. Hierdoor kunnen we dieper zakken en zal de oefening een stuk zwaarder worden. En durf ik te wedden dat niet iedereen hem heel goed kan uitvoeren. Dus begin gewoon met de normale split squat. Maar dit is een manier om hem zwaarder te maken. Ook heel belangrijk tijdens deze workout is dat je het rustig aandoet en voldoende tijd neemt. Wat bedoel ik hier nou mee? 3 seconden zakken, hou een seconde pauze en dan explosief omhoog en dat herhaal je. Dit zorgt ervoor dat we toch meer spanning creëren op de spieren, dat het toch wat zwaarder wordt en dat we toch minder gewicht nodig hebben. Is deze variant al te makkelijk voor jou? Wat kan je dan doen? Dan kan je je rugtas pakken. Je hoeft niet naar school, dus je rugtas is lekker thuis. Wat kan je doen met je rugtas? Je kan er gewicht in doen. En dit hoeft geen dumbbell te zijn, dit kan ook een flesje water zijn. Een zak bloem, noem maar op. Wees een beetje creatief, zo kan je toch een beetje gewicht toevoegen. En dan kan je week bij week net een extra flesje water erin doen. Net een herhaling meer doen met dat ene flesje water. Waardoor je toch vooruit blijft gaan in deze workout. Dan hebben we de split squat gehad. Dan gaan we door naar de push-ups. Push-ups is een hele goede oefening voor je borst, schouder en tricep. En ook hier weer rustig zakken, seconden pauzeren, explosief omhoog en weer 3 seconden zakken. Dit zorgt ervoor dat de oefening al een stuk zwaarder wordt. Hoe kan je deze oefening nou nog zwaarder maken als dit al te makkelijk voor jou is? Zet je voeten op een krukje waardoor je een decline push-up krijgt. Hierdoor wordt de oefening een stuk zwaarder, dat beloof ik je. Is dit zelfs te makkelijk? Zet je handen op een verhoging, dit kunnen je schoolboeken zijn, waardoor je een grotere range of motion krijgt. En het allemaal toch weer een stuk zwaarder wordt. Is dit zelfs te moeilijk? Ben je echt hardcore push-ups? Dan kan je je rugtas weer pakken en dan gaat hetzelfde op bij de split squat. Nou zijn er ook mensen die geen push-ups kunnen. Geen probleem. Begin gewoon lekker op je knieën. Dit is de makkelijkste variant. En dan gaan we door naar de derde oefening in dit circuitje. En dit is de inverted row. Wat je hier nodig hebt is gewoon je keukentafel. Daar ga je onder liggen en je trekt jezelf uiteindelijk op. Dit is een hele goede oefening voor de rug, achterkant schouders en de biceps. Je rug is wel echt veruit het moeilijkste om te trainen als je thuis bent. Heb je een pull-up bar, gebruik deze dan zeker. Of is er een plek waar je pull-ups kan doen? Doe dit dan zeker. Maar deze inverted row is echt een hele goede voor je rug. Hoe kan je deze nou moeilijker maken? Pak weer dat krukje, haal je voeten van de grond. Dan wordt deze al een stuk moeilijker. Dit zelfs te makkelijk voor je. Pak je rugtas weer. En dan heb je weer wat gewicht op je rug eraan hangen. Dit was het eerste circuitje. Deze ga je 6 setjes doen. En 20 tot 30 herhalingen. Ja, het zijn hoge herhalingen, dat weet ik. Maar we hebben nou eenmaal hoge herhalingen nodig om het toch een stuk moeilijker te maken voor ons lichaam. Dan gaan we eigenlijk al door naar het tweede circuitje. En hier beginnen we met een one-legged hip thrust. Heel veel vrouwen zullen heel blij zijn dat er een hip thrust in zit. Want dit is een hele goede oefening voor je hamstrings en voor je billen. Hoe kunnen we deze nou moeilijker maken? Nou ja, ga weer met je voet op een krukje staan. Hierdoor heb je een grotere range of motion. En kan je weer dieper zakken en wordt het weer een stuk moeilijker. Is dit zelfs te makkelijk voor jou? Nou, dan weet je het ondertussen al. Pak die rugtas weer en zorg dat er wat gewicht aan hangt. Is met 1 been nou te moeilijk voor jou? Kan je ook beginnen met 2 benen.
benen en dan rustig opwerken naar één been. Geen probleem. Deze workout is echt voor iedereen geschikt. Dan gaan we door naar de schouders. We beginnen met een lateral raise. Zorg dat je goed met je elleboog omhoog komt. En zorg dat je niet te hoog komt met je ellebogen. Je ellebogen zullen altijd boven je pols moeten blijven. Ik zie deze oefening nog heel vaak fout doen. Dus zorg dat je deze fouten niet maakt. Als je deze oefening nou moeilijker wil maken, pak dan gewoon een flesje water of een fles water. Of zelfs die 2 liter flessen waar je normaal je melk of zo in doet. En doe deze oefening gewoon heel rustig. Je kan zelfs beginnen met gewoon alleen je armen te gebruiken. Voor sommige mensen die hebben deze oefening nog nooit gedaan. En dan is dit al prima. Dan is het gewicht van je armen dus al genoeg. Dan gaan we door naar de 3e oefening in het circuitje. We gaan de reverse fly doen voor de achterkant van je schouders weer. We buigen voorover en we doen eigenlijk een fly beweging naar achter. Zorg dat je goed je schouderbladen naar elkaar toe haalt. Is dit nou te makkelijk met alleen je armen? Pak dan weer gewoon dat water of dat extra gewicht wat je erbij kan pakken. Om deze oefening toch wat zwaarder te maken. Ook dit circuitje is alles weer 6 setjes, maar hier doen we de herhalingen hoger. Aangezien we hier minder gewicht en minder trucjes kunnen toepassen en gaan we 30 tot 40 herhalingen doen. Ik weet het, het is veel, maar dit hebben we nou eenmaal nodig. Dan komen we alweer bij het laatste circuitje en dit wordt alleen maar buikoefeningen doen. Want we hebben nu mooi de benen, de borst, schouders en rug gehad. Dus we kunnen nu mooi door naar de buik. Waar beginnen we mee? We beginnen met planken. We gaan dit tot de max doen. Dus doe dit gewoon zo lang als je kan. En probeer dit week op week, workout op workout te verbeteren. Dan gaan we in één keer door naar sit-ups. Is het voor jou niet mogelijk om sit-ups te doen? Heb jij iets nodig om je voeten te ondersteunen? Doe ze dan lekker onder je bank. Doe ze lekker onder een stoel. Doe ze lekker onder een tafeltje. Of vraag iemand om je voeten vast te houden. Ook hier doen we weer tot de max. En proberen we week bij week te verbeteren. En dan om deze workout af te maken, doen we leg raises. We gaan liggen op de grond en we tillen onze benen omhoog. Hier doen we maar 3 setjes van, aangezien dit toch best wel een intensief iets is. En we wel heel mooi de buik zo helemaal hebben gepakt. Dat is de home workout die ik voor jullie heb samengesteld. Zoals jullie zien, het is veel herhalingen, veel setjes van dezelfde oefeningen. Je bent thuis gewoon gelimiteerd. En als jij zwaarder wil, doe dat dan met de trucjes die ik je gegeven heb. Vond je deze video nou handig en leuk? Laat dat zeker even in de reacties weten. Wil je nou meer tips? Op Insta post ik veel meer en vaak dagelijks. Dus daar kan je van alles vinden. Dus kijk zeker ook even in de beschrijving. Want daar vind je deze Insta-pagina. Ook in de beschrijving vind je mijn online coaching. Vind je het nou toch moeilijk om in deze periode fit te blijven? Ik wil je er graag bij helpen. Kijk zeker even in de beschrijving, want daar vind je mijn coaching. En dat was het voor deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.